Hallo beste kringloopkijkers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Zo, we moeten er weer even in komen, neem me niet kwalijk. Nou, waarom ik hier weer een beetje zit te spelen in Drop D met vier snaren. En nog niet helemaal zuiver. Nou ja, dat is omdat ik het een en ander aan het proberen ben. Er zijn onlangs weer wat leuke dingen binnengekomen en ook weer wat leuke dingen die ik op de kop heb getikt. En een daarvan is dit schatje. En ik zal hem even laten zien. Het is een Jetson. Helaas niet de correcte stemknoppen. Die zijn ooit eens een keer vervangen. En er missen dus wat snaren. De kam is niet origineel volgens mij. Maar voor de rest doet hij het goed. En ik probeer hem nou even met wat distortion en zo. Maar kijken wat hij nog meer kan. Even stemmen, et cetera. Maar deze heb ik dus weg bij een andere kringloop. Eentje uit Zwolle. En daar stond hij te koop. Of nou eigenlijk op Marktplaats. En ik denk van ja, ik doe eens een gooi. En warempel, ik was spekkoopman en ik had hem en ik kon hem ophalen. En het leuke hiervan, dit is dus een eind jaren 60, begin jaren 70 gitaartje. Uit Japan, Jetson met name gemaakt voor de, voor de Engelse markt. Dus waarschijnlijk is die ooit eens een keer via onze Engelse buren hier naar ons toe gekomen. Of misschien tot, hier een paar importzaken zaten destijds. Zo, hallo, probeer dat een paar keer te zeggen. Maar leuk dus voor, het is een Telecaster model. En zo eentje had ik al, alleen daar speel ik eigenlijk niet zo gekke veel op. Dus ik ben van plan die weer te verpatsen om weer een gat te slaan in de kosten van deze. Maar, blijf staan. Zo, ik zal even ook de camera goed doen. Die doe ik weer van de hand om weer plek te maken voor deze. Maar dat is van de later bezorg, want ik heb ook het een en ander geruild. Of eigenlijk één ding geruild. En ook, ik ben een beetje aan het opruimen met audio en zo ook. En jullie weten misschien nog wel, ik had die oude Pioneer hier staan. En die deed niet helemaal goed meer. Daar viel steeds een kanaal vanuit. Het was eigenlijk een beetje een miskoop, omdat ik er ben niet technisch ingesteld. Maar die heb ik kunnen ruilen voor een hele leuke Marantz uit ongeveer dezelfde periode. Ik zal even laten zien en laten horen hoe die klinkt. Just to go, now her look just like an old pole. I suppose baby, walk to me. I suppose baby, turn on the steam. Kiss me long, kiss me hard. Hold me baby till my lips get tired. I suppose baby should be your name. Dus nou, daar kunnen we hopelijk weer een hele poos plezier van hebben. In dezelfde kringloop als de gitaar vond ik ook nog dit kereltje. Dit is een Samurai Warrior. En hij is ontzettend lelijk. Zijn hoofd is uit verhouding. Waarom heb ik hem toch meegenomen? Hij heeft metalen voetjes. En een soort van, kan je moeilijk zien denk ik. Maar het zijn een soort van springveren die zijn ledematen bij elkaar houden. En dit is dus weer gemaakt door Takara. En Takara is weer de Japanse tak van Hasbro. Dus die ook G.I. Joe en Transformers bijvoorbeeld daar heeft gemaakt. Maar die hadden dus ook zo een eigen, nou meer op Japanse stijl geëikte lijnen daar lopen. En een daarvan was dan schijnbaar Samurai Warriors. Ik kende het nog niet, maar ik zag hem liggen en ik dacht van nou, dat is wel iets aparts. Dat waren dan de leuke vondsten die het nog allemaal deden ook. Maar je komt af en toe ook weer zaken tegen en dat doet een beetje zeer. Er waren wat robotjes binnengekomen, deze bijvoorbeeld. En die heb ik ook volgens mij nog steeds in de kast staan. Ooit eens een keer van mijn neef gekregen. Maar die miste, zoals je ziet, mist die een arm. En dat is helaas wat je vaak tegenkomt. Daarom vind ik robotjes verzamelen is ook heibel werk wat dat betreft. Want vaak kan er wel wat missen. We hebben hier bijvoorbeeld een G1, dus eerste generatie Optimus. En daar werd ik heel erg blij van toen ik hem zag. Zeker ook omdat de uitlader, die zijn vaak kapot. En die waren hier nog heel. Alleen je ziet al hier een gat. Dit hoort dicht te zijn. Dit is zeg maar het dak. En als je die omklapt, dan zit daar zijn hoofd. En zijn hoofd is dus afgebroken. Dus ook weer heffendorie jammer. Dan hebben we hier ook nog weer een robot en dergelijke. Heb ik ook al eens een keer van een collega gekregen. Volgens mij zelfs dezelfde. Maar mist ook weer een arm. Dus als je er een mannetje van zou maken. Dan is hier zijn hoofd, maar hij mist weer een arm. En ga zo maar door. Ja, dat is af en toe het leed. Er zat nog wel een klein leuk dingetje. Ook weer een stukje jeugdsentiment bij. Dit is van Fisher-Price, Adventure People. En dit is van de, van de ruimtelijn. En daar zit een robotje bij in. Met haken als handen. En een soort van motorhelm op en zo. En die gebruikte ik vroeger vaak als robot tegenstanders tegen de G.I. Joe's. En zo'n mannetje heb ik dus ook al heel lang in mijn bezit. Die staat ook ergens in de kast. Het is leuk om hem ook weer eens een keer tegen te komen in de kringloop. Dus toch nog weer met een vrolijke noot geëindigd wat dat betreft.
Maar het leukste zit hem eigenlijk in wat anders wat binnen bij ons kwam. En zoals je ziet, er komt wel eens jaren 80 speelgoed en dat soort zaken bij ons midden. Maar ja, het is tweedehands, er is mee gespeeld, mis vaak wat van of is kapot. Jullie hebben me ooit wel eens, volgens mij zijn ze wel voorbij gekomen, een filmpje zien maken over een ander jaren 80 product. En wel dit. Hallo! Dit zijn de Boglins. En Boglins waren een soort van rubberachtige poppetjes. Dit is zacht rubber. Hij heeft een staartje en je kan dus je hand erin zetten. Hier zitten de gaten voor zijn ogen en voor zijn mond. En dan kan je hem dus een beetje ja, boos of zuur laten kijken. Je kan hallo, je kan met je praten. En nou ja, zo kon je dus zogenaamd je zusjes of je ouders de stuip op het lijf jagen met een dergelijk monstertje. Deze had je in vele formaten. En je had luxe varianten en goedkope. Je had bijvoorbeeld, nou die paste op één vinger. Je had ook zoals deze, gewoon met vaste oogjes en niet al te groot. Nou ja, hè, ik heb een volwassen hand, kinderhand zal er makkelijk in passen, maar dat is het dus met deze. Maar ook weer iets wat ik eigenlijk nooit binnen heb zien komen in de doos. En daar gaat deze aflevering eigenlijk over. We hebben hier een originele uit 1987 stammende Boglin in doos. En zijn naam is Flurp. Jammer genoeg is de voorkant van de doos van Flurp een beetje verkleurd. Maar het leuke hiervan is, hij is heel erg interactief. Maar ook heel informatief. Als we hem aan de zijkant nog even laten zien. Dan zien we hier dus non dat lordo de mangiare. Geef hem niet te eten, niet voederen. Staat ook op de bovenkant. De bovenkant is dus ook ja, vormgegeven als een soort van kapot krat. Kist waar hij in zit. En hier staat dan wat Flurp graag doet. Een dieet, stofballetjes, gewoontes, likt van de vloer, persoonlijkheid zeer schoon. Dus qua nou ja, eten niet, maar qua persoonlijkheid een schone Flurp. Aan de andere zijkant staat het weer in andere talen. En zoals je zag, de bovenkant, nou is wel leuk, daar kan je hem ook nog zien zitten. En ze hebben de binnenkant, zal ik ze ook nog laten zien, een beetje als ook de binnenkant van een nou ja, krat of een doos gemaakt. Je ziet het al een klein beetje, alsof die in de stro zit in een houten kist. Op de achterkant staan dan ook nog wat leuke illustraties. Er staat een kleine uiteenzetting van nou, wat de Boglins eigenlijk zijn. En je ziet hier al wat andere karakters. En dan moet ik even lezen. Plink, Dwork en Flurp. Dus dat zijn de luxe varianten. En dan heb je daaronder nog Boink, Klang, Doink, Blap, Squid en Splat. En dat zijn dus de kleine Boglins. En dan moet ik even kijken. Een beetje een gelige... even kijken, met één tandje. Volgens mij is het Klang, die andere die ik zo net liet zien. Maar dat weet ik niet zeker. Ook dit is er gewoon een grotere variant van wat ik zo net liet zien. Op de onderkant zie je dan ook hoe je ze moet gebruiken. Daar staan illustraties van hoe hem te hanteren, letterlijk dus. Omdat je je hand erin moet steken om hem te laten praten, wat ik al zei. En zoals je hier al ziet, hij staat op de kop, maar het logootje van Mattel is dus een Mattel product die onder andere ook He-Man en Barbie en dat soort speelgoed heeft gemaakt. Dus grote speelgoedfabrikant. Het leuke hiervan is, je hoeft de doos helemaal niet kapot te scheuren of wat dan ook om hem eruit te krijgen. Sterker nog, het werkt ook heel goed om ze schoon te houden, want het rubberachtig materiaal dat trekt wel stof en zand en dat soort dingen aan. Je kan dus hier de deksel open doen of je kan de kooi open doen om hem Flurp dus te bevrijden. Maar je zag ook al, hier kan je niet doorheen met je hand, maar aan de onderkant zit een gat. En wat ik al zei over interactief. Interactief dus qua verpakking tot je hem kan openen. Maar je kan dus ook aan de binnenkant, daar heb je hem al. Kan je je hand erin steken en dan kan je hem dus gebruiken, kan je de doos zelf kan je gebruiken als onderwerp van je spel, zeg maar. Dus je kan doen alsof hij al jarenlang gevangen zit. Laat me eruit. En zoals je al zag, de ogen. Hier, even kijken hoe dat mechanisme... Ja, kijk, daar zie je ze al bewegen. Ik weet niet precies wat ik moet aanraken. Volgens mij een palletje boven. Dan kan je hem dus met de ogen laten bewegen. Ik zal hem zo even uitpakken, dat gaat wat makkelijker. Maar op deze manier, het is dus wel leuk bedacht eigenlijk. Tot je en de verpakking niet hoeft weg te gooien. En tot hij goed beschermd blijft. En tot je ook nog, zelfs in de winkel, zou je alvast even kunnen kijken. Nou ja, of je het leuk vond om ermee te spelen. Want je kan er gewoon bij. Zitten wel een aantal nadelen aan dit soort speelgoed. Dat zal ik even etaleren door hem eruit te halen. Zoals je ziet, wat ik al zei, dit was een wat duurdere variant. En dat kan je zien, de armpjes.
Die kan je een beetje bewegen. De staart is wat langer, hij is sowieso wat groter. En aan de binnenkant zie je dus ook al een mechaniek voor de ogen. Dus even kijken, volgens mij moet ik hier... Er zit een stukje in, daar kan ik mijn vinger in doen. Nou, kom op. Ja, en dan kan je hem dus zo rond laten kijken. Dus even kijken of ik dat met één hand voor elkaar krijg. Nee, deze kan dus ook zo praten, hè? Dat is natuurlijk de main gimmick. En, nou. Ah, kijk. Je moet dus omhoog en omlaag op het palletje drukken en dan... Hé, hey, wie is daar? Dan kan je hem dus heen en weer laten kijken. En zo is dat. Ja, dat dacht ik. Hup, je wordt er vanzelf een puppeteer van. Dus eindelijk heb ik het mechanisme gevonden. Nou, dat is dus hartstikke... Hou eens op. Dat is dus hartstikke leuk. Alleen, wat ik al zei, er kleven ook nadelen aan. En dat kan je hier zien in de bek. Die begint al een beetje te scheuren. En hier bij zijn arm begint hij ook al een beetje kapot te raken. Dus als je deze tweedehands tegenkomt, behandel ze wel met een beetje liefde en een beetje voorzichtigheid. Want dit is dus typisch van dat soort speelgoed. Wat eigenlijk niet is gemaakt om jaren, decennia lang mee te gaan. Daar is het soort materiaal niet voor. Maar het zou zonde zijn natuurlijk om hem kapot te trekken meteen al bij aankoop. Is dit duur spul? Nou, dat weet ik niet helemaal. Heel duur. Het valt aan zich wel mee. Volgens mij heb ik deze specifiek met doos. Zit ongeveer rond de 40, 50 euro. Begint het ongeveer tot. Nou ja, ligt dus ook weer aan de staat en zo. En meestal zijn ze dus een beetje gehavend. De doos hier is een beetje verbleekt. Bovenop zit een stiftstreep, wat ik zelf nog wel eens kan hebben gedaan toen ik hem uitpakte uit het krat. Ik hoop het niet, ik hoop dat hij er al zat, maar what's done is done. Maar wat ik al zei, sowieso hartstikke leuk dat het in doos binnenkomt. Natuurlijk komt speelgoed van dat soort, van die leeftijd niet vaak zo binnen. Oh ja, kijk, hier kan je de binnenkant nou mooi zien als stro. En kijk, wat staat er nou? Out to lunch, dus als die weg is, is die even een hapje eten. Nou, het komt nog wel eens binnen, meestal zonder, maar dit keer met doos. En dat vond ik dus leuk om even te laten zien. Bracht mij weer even terug naar die reclames van vroeger, hè. Zeker rond Sinterklaastijd. En ieder jochie die ik ken in ieder geval vond dit spul wel tof. Maar waren ook weer niet goedkoop. Dus leuk om weer eens een keertje in de handen te hebben. Dat was het dan ook weer voor deze aflevering. Heeft lang genoeg geduurd. Vind je het leuk wat we doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om je spullen te komen brengen aan Oslo-kade nummer 1. Of lekker te komen winkelen aan de Ambachtstraat nummer 3. Beide gezitten weer te kampen van al uw winkel- en brenggenot. Ja. Dankjewel, Flurp. Ik zou zeggen, hartelijk dank nogmaals voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio. Cheerio. Psst. Zal ik je een geheimpje verklappen? Ja, wat dan? Bij de kringloop kan je allemaal leuke spullen halen. Oh, wat is een kringloop? Ik kan met twee dan spullen. Oh.